Welkom bij onze tips en tricks video voor het juiste beheer van de Apple-toestellen in jullie school. Vandaag gaan we het hebben over een klein onderdeel van het beheer dat grote gevolgen kan hebben wanneer er te laat actie wordt ondernomen. Het gaat over aanwezige certificaten en tokens binnen Jam School. Meer specifiek over het vernieuwen hiervan. In een van de volgende video's zullen we dieper ingaan op de precieze samenwerking en communicatie tussen Jam School en Apple School Manager en de push-servers. Belangrijk om te onthouden is dat de drie aanwezige certificaten of tokens noodzakelijk zijn voor de communicatie tussen de verschillende platformen onderling en de iPads. Ze zijn telkens 1 jaar geldig, waardoor je ze dus ook minstens 1 maal per jaar moet vernieuwen. Zoals reeds gezegd gaat het over 3 verschillende certificaten of tokens. De push-notificatiediensten van Apple, de token voor het synchroniseren van de volume aankopen van apps en de token voor het automatisch inschrijven van apparaten in jullie omgeving. Let op, het vernieuwen van deze zaken moet steeds op een computer uitgevoerd worden. Laten we beginnen met de meest ingewikkelde om te vernieuwen, het Apple Push Certificate. Dit certificaat zorgt ervoor dat Jam School kan communiceren met de iPads. Het vernieuwen doen we in de instellingen van Jam School door in de linkerkolom naar het menu Organisatie te gaan. Hier klikken we op de instellingen en nadien op Apple Push Notification Service. Klik vervolgens op de grote blauwe knop Vernieuw Push Certificate. Eerst moet u de aanvraag voor het ondertekenen van het certificaat naar uw computer downloaden. Noteer het e-mailadres, dus de Apple ID die u hebt gebruikt bij het aanmaken van het certificaat. Klik dan op de blauwe link getiteld Apple Push Certificate Portal. Op deze nieuwe pagina logt u in met de Apple ID die u hebt genoteerd. Uw certificaat zal in een lijst verschijnen. Klik op de knop Vernieuwen en vervolgens op de knop Bestand kiezen om het ondertekeningsverzoek dat u zojuist van Jam School hebt gedownload naar de site te importeren. Klik vervolgens op Uploaden om een vernieuwing te valideren. Download de door Apple ondertekende aanvraag en keer terug naar Jam School om je pagina terug te vinden in de staat waarin ze zich bevond. Klik op punt 3 om het bestand dat u zojuist hebt gedownload van Apple te uploaden. Klik vervolgens op Pas toe. Oef, het moeilijkste is gedaan. We zijn veilig voor een jaar, maar laten we niet op onze lauweren rusten. We hebben er nog 2 te doen. We gaan nu inloggen op Apple School Manager en gaan naar de instellingen linksonder in het scherm. Klik in de middenste kolom op uw MDM-server. Die heet waarschijnlijk Jam School. Eenmaal geselecteerd, klik je op de grote download token knop aan de rechterkant van het scherm. Er verschijnt een waarschuwing, maar ga gerust door. Geen schrik. De token zal naar uw computer worden gedownload, dus bewaar het veilig. Afhankelijk van de instelling van jouw computer is het mogelijk dat er gevraagd wordt naar het selecteren van een programma voor het openen van het bestand. Klik gerust op annuleren. Het is niet de bedoeling het bestand te openen, enkel om het even te bewaren op de computer. We gaan opnieuw naar Jam School en gaan opnieuw naar organisatieinstellingen. Nu klikken we in de 2e kolom op geautomatiseerde MDM-inschrijving. Jouw bestaande certificaat verschijnt in een groot vak met je Apple ID en het Apple School Manager-icoon. Klik op de kleine knop in de vorm van een blad papier en een potlood. Klik dan op het kader voor het uploaden van het bestand en ga dan naar het bestand dat u zojuist hebt gedownload van Apple School Manager. Nog even bevestigen en klaar! Het gaat vlot. Op naar de laatste token, die voor de volume aankopen van apps. Ga in Apple School Manager opnieuw naar instellingen en klik in de middenste kolom op apps en boeken. Rechts onderaan ziet u de naam van uw school met daarbij een knop om de server token te downloaden. 1 keer raden wat we gaan doen. Downloaden. Terug naar Jam School. Nog steeds in organisatie, dan instelling en in de middenste kolom gaan we naar de optie Content, volume aankoopprogramma. Net als bij de automatische registratie van apparaten verschijnt uw token in een groot vak met het App Store pictogram. Klik deze keer op de kleine knop met de pijltjes in cirkelvorm en voeg het token van de VPP die u zojuist hebt gedownload op dezelfde manier toe als de vorige die we zojuist hebben gedaan. Pas toe! En je bent klaar. Met de acties die we net hebben uitgevoerd, bent u weer goed voor een jaar Jam School. U kunt deze certificaten trouwens zo vaak vernieuwen als u wilt. U bent niet verplicht de uiterste termijn af te wachten om ze te vernieuwen. Een trucje om er zeker van te zijn dat u niet voor verrassingen komt te staan en dat uw tokens en certificaten altijd up-to-date en werkende zijn, is om ze net voor of net na elke vakantieperiode te vernieuwen. Door dit te doen kunt u alle zorgen vermijden en verloopt het vernieuwen ook een pak vlotter. Wel, we hebben ons huiswerk gedaan. Ik laat u dit alles even verwerken en ga meteen door met de volgende onderwerpen. Natuurlijk kunt u deze video delen of ons suggesties sturen voor toekomstige onderwerpen. Alvast bedankt en tot ziens!